Dijks, je hebt net het Nederlands kampioenschap Young Riders met presidents MDH Avanti winnen weten af te sluiten. Wat voor kampioenschap was dit voor jou? Ja, dit was een heel goed kampioenschap voor mij. Ik denk dat na zo'n EK het wel heel spannend is om gewoon nog een keertje zo te kunnen pieken. En het is ons gelukt, dus ik ben echt heel tevreden. Op het EK 2 keer goud en 10 zilver. Ja, dan is het toch moeilijk om je na zo'n enorm piekevenement volledig te motiveren voor dit kampioenschap. Ja, dat klopt. Maar het is mijn laatste jaar. Dus dat had ik als laatste wedstrijd. Dus ik vind het wel echt een superleuke afsluiting dat het hier dus weer gelukt is. En ik denk ook wel dat mijn paard, die kon het ook wel nog wel makkelijk aan. Hij was na het EK ook super fit. Hij heeft even vakantie gehad. Maar hij heeft er niks van geleden. En ik denk dat dat ook wel voor mij de kracht is om door te gaan. Voor de senioren later. Omdat hij gewoon laat zien dat dit nog niet alles is wat hij kan. Even naar je kuur. Je begint al te lachen. Dat was improviseren op een gegeven ogenblik. Of heb ik dat verkeerd gezien? Nee, dat klopt. Ik begon aan mijn galopgedeelte en toen reed ik mijn oude lijn op. Waardoor ik dacht eigenlijk bij mijn tweede wissel van shit, ik had eigenlijk moeten appiëren. Maar ik ben toch gewoon doorgereden. Ik denk want anders zien ze dat ik een foute lijn rijd. Dus toen heb ik een beetje een improvisatieshow gehad. Maar ik heb in ieder geval alles op de muziek kunnen doen. Omdat ik de muziek natuurlijk zo goed ken. En ik weet onderdelen omdat ik de kuur zelf in elkaar gezet heb. Dus uiteindelijk heb ik alles goed kunnen afsluiten en alles goed kunnen rijden. Dus ik denk dat het me daardoor ook weer goed gelukt is om zo'n percentage bij elkaar te rijden. Je laatste wedstrijd bij de Young Riders. Eind dit jaar de Under 25 Future Test? Ja, dat is wel de planning. Dus we gaan ons best doen. Heel veel succes en geniet nog even na van dit kampioenschap en veel plezier en genoegen bij de voorbereidingen op je vervolgstappen in je carrière. Dankjewel.